Deze week ga ik op zoek naar verborgen schatten in de polder. Bijzondere verzamelingen en verhalen van Flevolanders. Felix. Keel. Wat leuk om jou weer te zien. Ik heb jou al vaker gesproken, ook als rechtbanktekenaar. Klopt. Maar vandaag gaat het over een andere passie van je. Klopt. De duivensport. De duivensport. De duifjes. Heb je ook boevenduiven? Boevenduiven. Nou, je hebt wel. Ik heb een duif bijvoorbeeld, die noem ik de portier. En die heeft een vervelende eigenschap dat hij gaat op de plank zitten. En iedere duif die er dan langskomt, geeft hij een hak in zijn nek. Au! Ik was zo'n jongetje toen ik met mijn eerste duifjes begon. Ja. En daar had mijn ouders hadden gelijk een knuppel. Want ze zeiden als ze mijn lessen niet goed gingen. Felix, denk om. Nou moet het volgende keer een fatsoenlijk cijfer zijn. Want anders gaan al die duiven eruit. En nou, ze konden me niet zwaarder straffen dan met zoiets te zeggen. En is dat ook gebeurd al of niet? Gelukkig niet. Nee, het waren voornamelijk dreigementen. Ja. Maar dat weet je op dat moment niet. Op dat moment kan het wel echt. Ja, precies. Maar het is als klein jongetje? Ja. Was jij al met duiven? 7 jaar. En weet je, wat ik zo mooi vond van duiven, dat vind ik nog steeds eigenlijk, en dat ontroert me bijna, dat is de trouw van een duif. Een duif is zo verschrikkelijk trouw. Dat vandaag of gisteren zijn er duiven weggegaan. Die komen vandaag of morgen terug. En die zijn 700 kilometer hier vandaan losgelaten. En het mooie is dan toch dat ze kost wat kost proberen thuis te komen. Ik laat hem heel rustig los, want ze zijn zo weg. Bijna is dat niet te filmen. Dus ik ben benieuwd of je een goede cameraman bij hebt. Ja, dat zal nu moeten blijken. Benieuwd, ja. Is die goed? Ja, dan moet het eigenlijk op beeld staan. Ja, daar gaat hij. Oh, kijk, daar gaat hij. Hij is wel heel vriendelijk voor de cameraman nu, hè? Kijk, daar gaat hij. Dit viel wel mee voor jou, toch? Dit ging wel, ja. Ja. Het duif geïnstrueerd dat hij rustig weg zou vliegen. Hey, we hebben nog een nieuwe duif om de cameraman te testen. Ja, ja, ja. Ben je nu scherp genoeg? Ja. Oké. Okay. Jee, ze gaan allemaal hier zo zitten. Je bent een duivenfluisteraar. Kijk, daar gaan ze. Je hebt vervliegduiven. Ja, ja. En je hebt ook duiven die dat niet kunnen. Nee, absoluut. Ik heb hier kopduiven zitten. Dat zijn eigenlijk de Casanova's onder de duiven. Die doen niet anders dan proberen mooie wijven te versieren en terug te halen naar het hok. En daar een nestje mee te bouwen. En wat doen deze duiven dan de hele dag? Mooi zitten wezen. Dit is nou zo'n kropduif. Zie je? En waarom is nou een kropduif? Nou, als hij imponeren wil, dan. Zie je het? Hij blaast zijn krop nu op, zeg maar. En daarmee, het is puur lucht, hè? En wind. Wat deed je nou net? Wat je deed, je mond over zijn snaveltje heen. En dan blaas je er wat lucht in. En dan zie je ook gewoon dat die krop omhoog zwelt. En dat doet hij in de lucht in feite precies hetzelfde. Waarom doet hij dat dan? Nou, om te imponeren. En waarom deed jij dat dan? Om het even te laten zien hoe het werkt. Je blaast erop dat hij harder gaat of zo. Nee, dat is niet waar. Daar gaat hij. Je hoort het allemaal aan het klepperen. Kijk, het is ook veel zwaarder om te zien. Ja, zie je? Kijk, zie je dat die krop omhoog staat? Ja. Hoe die dat. Dit is een ander soort vliegen. Een heel ander soort duif. Kijk, daar gaat hij. Zie je hem druk maken? Ja, zeg. Kijk, en als je een al te hitsige doffer hebt, die verknalt natuurlijk zijn liefde, want die duivin denkt wat een druk te maken. Ja, is een beetje die ongepaste omgangsvormen tegenwoordig. Ja, 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 zeker. Dus een beetje opdringerig. Je ziet dat zij het nou niet zo ziet zitten en denkt, joh, zoek het even uit. Ja. Je bent mij wat te druistig, zeg maar. Ja. En voor je het weet zit hij in de rechtbank en ben jij bij hem tekenen als verdachte. Zeker, zijn we zeker toch een beetje rond zo. Zeker, uiteindelijk komen we altijd weer op die rechtbank terecht.